Schoon en gezond drinkwater voor elke burger, dat is het streven van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, de SWM. Te Papatam in het district Marowijne is de SWM gestart met het aanleggen van hoofdbuizen. Het is de bedoeling dat de gemeenschap van Papatam door SWM wordt voorzien van schoon en gezond drinkwater. Op het moment dat je door het idee bij een aanleg of in de plaats. Ja, maar zeg je dat ik een aanleg of in de plaats. Dat is wat ik hier, dat per uben abi wonen per kandeer, maar ik denk dat we zorgen dat wat er even verontreinig. Fouw drink wat er aan, alles wat zijn heeft staat blijven, alles zijn heeft staan aan de wat er jou zo SWM nou aan na autoriteit in zijn land. Zijn is zorgen voor veilig en betrouwbaar drinkwater. Dus het drinkwatervoorziening voor een herkondre, nou een aangelegenheid voor SWM. Zo ook doet jou zo, want SWM is overal vertegenwoordigd. Mijn breed hier een stap te zien. Mijn breed hier zou we recht aan gaan doen. Voor vanuit druk op het juiste moment en de juiste capaciteit van nodig voor voorzien een gebied voor een water. Mensen die versterken naar een moment, is nou een beetje moment en grabe hoor het idee. En dit is nou een toevoegde sani, samen tak samen subsa in het district. Vandaag hadden we de ceremoniële aanleg van de eerste waterleidingbuizen in de grond hier op Papatam. Het is de bedoeling dat wij water vanuit onze station via de leidingen naar de gemeenschap van Papatam gaan brengen. We gaan ongeveer 9,5 kilometer buizen aanleggen vanuit Grand Passy, Centrum Albina, naar Papatam. En in de verschillende zijstegen ook. Het project houdt in dat we hoofdbuizen gaan aanleggen en daarna de buizen laten keuren. En als ze voldoet aan de gestelde eisen volgens de SWM en de WHO, gaan we de huishoudens aansluiten. Hier volgens onze voorlopige registratie tellen wij zo'n 200 huishoudens. Wanneer wij vandaag hier mogen staan om 9,5 kilometer aanleg van buizen mogen aanschouwen, dat betekent het voor dit gebied, zeker voor het district Marowijne, het bestuursresort Noordoost, heel veel. Wij kunnen ervan zeker zijn dat de mensen die in het gebied zijn niet meer hoeven te vrezen voor het water dat ze in feite noodzakelijk moeten gaan gebruiken uit de rivieren. Terwijl we na 60 werkdagen hier staan en mensen de kranen kunnen opendraaien en veilig, gezond en betrouwbaar drinkwater kunnen hebben. Het is een mijlpaal voor dit gebied. Het is een mijlpaal dat we bereikt hebben tot nu toe. En ik zeg dank aan SWM. Dus in feite, ik feliciteer de Surinaamse regering hiermee. En heel hartelijk dank aan meneer Oosterling die overal zijn tentakels heeft en alle klachten moet aanhoren. En met de schaarste middelen die er zijn, toch wel iedereen kan voorzien van veilig en gezond drinkwater.